Yo gasten, Gamo's hier, welkom bij een nieuwe Clash Royale video. Op dit moment is de tweede uitdaging er, zeg maar, van alle mega uitdagingen. Arena 4 tot en met 6 is momenteel uit. En we kunnen gratis een bliksemkist krijgen. Maar wat super vet is, is dat we bij de volgende uitdaging in Arena 9 gratis magische kist kunnen krijgen. En misschien, heel misschien, zouden we in de laatste, zeg maar, Arena 12 dan een super magische kist kunnen krijgen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Daar gaan we het vanzelf achter komen. Want als we nu al magische kist krijgen, dan moeten, zeg maar, in Arena 12 nog wel een betere kist tevoorschijn komen. Daar ga ik vanuit. Maar die magische kist kunnen we over 2 dagen en 18 uur openen. Deze bliksemkist kunnen we vandaag al openen. Want ik heb al deze 2 gehaald, Arena 4 en 5. We hoeven nu alleen nog Arena 6 te halen. En dat gaan we dus deze video even doen. En als jullie zin hebben in deze video, laat dan wel een duimpje omhoog achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren als je meer van dit soort video's wil zien. En we gaan eerst even mijn kronenkist openen. Die had ik toevallig nog klaarstaan en ik dacht, weet je wat, dan open ik hem wel even in deze video. We krijgen een skelettenleger, is wel een chille kaart. Deze open ik ook nog wel even snel. We krijgen in ieder geval de nieuwe kaart, dus dat is wel chill. Voor de rest maakt het niet heel veel uit. Oké, let's go, laten we snel mee gaan doen. Ik speel trouwens met deze uitdagingen de hele tijd vooral met Golem. Dat vind ik echt een hele chille kaart. Oké, let's go. We gaan beginnen met een golem. Dat is chill, want dit is natuurlijk vooral een deck wat je moet gebruiken met de golem. Dus dan gaan we dat ook zeer zeker doen. Ik zal hier eerst even Vleermuis neerzetten om die Hog Rider te verdedigen. Heeft hij een zap? Ja, hij heeft een zap. Oké, shit. Dan kan hij wel wat hissen met die Hog Rider. Maar dan is het nu aan mij de bedoeling om, zeg maar, Ziekveld damage te gaan doen met die golem die ik heb. Ik hoop dat hij geen P.E.K.K.A. of Inferno Tor heeft. Als hij een van die twee kaarten heeft, dan ben ik eigenlijk al zo goed als gefukt. Dan kan je alsnog winnen, maar dan wordt het wel een stuk ingewikkelder van. Oké, tot nu toe ben ik nog niet heel bang voor de kaarten die hij heeft laten zien. Ik zal hier even een tovenaar neerzetten. Oké, hij zet daar bevriezen neer. Dat is op zich ook niet heel erg. Wat gaan we... Oh, die Sept was wel een beetje irritant. Maar mijn troepen blijven wel leven, dus dat is wel chill. Nice, en dan doen we nu sowieso veel damage. Misschien dat we zelfs de toren neer gaan halen. Hij zet nog een lock neer. Heeft niet heel veel nut, want mijn tovenaar blijft leven. En die golem daarachter ook. Nice, kijk, op deze manier werkt dit deck. En dan hebben we nu waarschijnlijk zijn toren al te pakken. Net niet. 1 keer een zap op zijn toren en we hebben hem. Weet je wat, ik zap hem gewoon even neer. Hoppatee. En dan kunnen we hierna zometeen weer een golem attack doen. Dan zet ik nu mijn nachttex aan de linkerkant neer. En dan zometeen zetten we mijn golem daarvoor. En dan gaan we voor de tweede toren. Hopelijk gaat dat dan ook gebeuren. Oh shit, nu moet ik hier trouwens wel verdedigen. Ja, dan vergeten we even de linker toren. Want ik moet nu daar nu even volle verdedigen. Doet hij wel ziek veel damage? Dat is wel een beetje fucked up. Maar ja, is niet anders. We zetten hier in het midden nog even een tovenaar neer. Om gewoon even zijn torens af te leiden. En hopelijk gewoon even lekker veel damage te doen. Kijk, op deze manier doen we toch nog even ziek veel damage. En gaan we alsnog zijn toren neerhalen. We gaan alsnog zijn toren neerhalen. Sterker nog, misschien gaan we zijn hoofdtoren ook neerhalen. Holy shit. Dan is dit best wel ziek gespeeld. Ik ging er helemaal niet meer vanuit dat die aanval nog zou slagen. Maar uiteindelijk slaagt hij ziek. En we hebben gewoon het eerste potje meteen gewonnen met 3 kronen. Oh, wat een nice potje was dit. Niet normaal. Nou, dan kunnen we mijn beloning claimen. Dat gaan we dan ook zeer zeker doen. Dan krijgen we 5 kaarten strijddram. Nou ja, dikke prima. Het gaat me vooral om die bliksemkist. Daar heb ik wel even zin in om die te openen. Dat zijn van die betaalde kisten die je dan gewoon nu gratis kan krijgen. Dat is gewoon standaard. Dat is gewoon altijd chill natuurlijk. We gaan nu gewoon weer aanvallen met de golem natuurlijk. Dus zet hier een nachthex neer. En dan zetten we daarvoor zo meteen een golem neer. Die vuurgeesten, dat is in principe niet heel erg die ene hit die ze kunnen doen. Wat gaan we verder doen? Ik zal nu hier mijn golem wel neerzetten. Let's go. En dan kan ik eventueel zo meteen nog wat vleermuizen erachter neerzetten. Mocht dat nodig zijn. Oh nee, laat maar. Dat ga ik momenteel niet doen. Ik zal hier wel even een vuurbal neerzetten. Doe ik meteen wat damage op die Valkyrie. En verder doen we niet. Nu kan ik wel mijn vleermuizen neerzetten. Omdat zijn grip daar natuurlijk is afgelopen. Oh, hij heeft ook een zap. Dat is wel een beetje jammer. Maar ik doe wel veel damage op zijn toren. Dus dat is op zich wel chill. Dan zet ik hier even een tovenaar neer om de boel daar een beetje te verdedigen. Oh, hij zet er ook nog Hog Rider neer. Een zap, een zap, een zap, een zap. Wat? Oh boy, shit. Daarmee mis ik net die speergoblins. Dat is wel een beetje stom van mij, want daardoor is mijn tovenaar wel dood gegaan. Oké, dit had ik beter moeten spelen. Ja, maar normaal speel ik niet echt met zap. Maar dit had ik zelfs, ook al speel ik er niet heel veel mee, wel beter moeten doen. Maar we gaan nu gewoon lekker een tweede golem aanval doen. Ik moet er dus wel op letten dat hij gif heeft. Dus ik moet niet te veel troepen op 1 plek neerzetten. Want anders krijg je dat je gewoon ziek veel troepen inzet. En dat hij dat met 1 gif heel makkelijk kan verdedigen. En dat moet niet gebeuren. Dus ik laat mijn golem gewoon lekker lopen. Die vuurgeesten mogen wel wat hits doen. Dat is in principe niet heel erg. Maar hij heeft een P.E.K.K.A. Dat is wel een beetje fucked up.
Ja, want daarmee kan ik... Ja, want dan zet ik hier nu al Nachtex neer. Maar waarschijnlijk zet hij daar zo meteen ook Gif neer. En ja, inderdaad. Want dan kan ik nu die P.E.K.K.A. niet verdedigen. Ik kan wel skeletten neerzetten. Maar dat heeft niet heel veel nut. Oké, nou die oven is nu in ieder geval wel kapot. Ik zal hier even een vuurbal neerzetten. Doen we in ieder geval weer iets damage. En dan staan we er nu weer ongeveer gelijk voor. Maar dit is wel een beetje van top dat hij een P.E.K.K.A. heeft, man. Dat is echt heel irritant. We zullen hier even voor de gunstelingen neerzetten. Zet ik hier ook even vleermuizen neer. Om daar de boel wat extra te verdedigen. Ja, oké. Dan gaat dit er op zich nog wel mee door. Die wel weer wat damage kunnen doen op die andere toren. Maar in principe is dat ook niet heel erg. Ik zet hier even een golem neer. Oh shit, zet die weer een P.E.K.K.A. neer. Shit, dan is mijn tovenaar sowieso dood. Dat weet je dan eigenlijk 100% zeker. Ik zet hier achter even een nachtex neer. En dan hier een vuurbal. En dan wil ik eigenlijk ook nu een skelettenleger neerzetten. Die zetten we daar nu ook neer. Dan hebben we die Hog Rider wel verdedigd. En die P.E.K.K.A. nu ondertussen ook. Hij heeft zijn gif nu gebruikt. Dus nu is het voor mij de taak om nu volop op de aanval te gaan. En zijn toren hopelijk neer te halen. Want anders ben ik sowieso gefukt. Oh, dit verdedigt hij goed, man. Oh, shit. Nee, dit gaat hem denk ik niet meer worden. We kunnen nog even een vuurbal neerzetten. Oh, nee. Dit gaat niet meer lukken. Helaas, dit potje hebben we dan verloren. Maar ja, het kan natuurlijk ook niet elk potje meezitten. Maar ik ga nu even een potje voor mezelf spelen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Want anders gaat de video ook misschien veel te lang duren. Ik wil meestal een beetje rond de 12 minuten eindigen. Maar dit volgende potje speel ik dus even voor mezelf. Oké, nice. Dit potje hebben we gewoon makkelijk gewonnen. Met 3 kronen. Kijk, dat is wel balen. Dan neem ik juist dit potje die ik gewoon heel makkelijk win. Neem ik dan niet op. Maar ja, dat is niet anders. Dan hebben we nu in ieder geval makkelijke overwinning erbij. Krijgen we wat coins. En dan hebben we nu nog 1 overwinning nodig voor de bliksemkist. Die ga ik natuurlijk wel weer even opnemen. Want misschien dat het dit potje al gaat lukken. Misschien niet. Hangt er helemaal vanaf wat voor een deck mijn tegenstander heeft. Hopelijk heeft hij dus geen P.E.K.K.A. of Inferno-toren. Inferno-toren kan op zich nog wel. Want ik heb een zap. Ik zal hier trouwens even verdedigen. Een skelettenleger. Want zo'n Inferno-toren kan ik nog verdedigen met een zap. Maar zo'n P.E.K.K.A. dat is voor mij wel redelijk lastig. Helemaal als hij de combinatie P.E.K.K.A.-gif heeft. Maar tot nu toe heeft hij een Goblinton en Lock. Dus nog speergoblins. Ik zal hier even een zap neerzetten. Bats. En dan denk ik... Ja, ik weet niet of dit een P.E.K.K.A. deck is. Ik denk niet dat hij een P.E.K.K.A. heeft. Hij heeft wel een Inferno-toren. En dat is wel een beetje fucked up, want ik heb net mijn zap ingezet. Dan moet ik het proberen een beetje te verdedigen met vleermuizen. Dat die Inferno-toren op mijn vleermuizen gaat in plaats van de golem. Dat gebeurt uiteindelijk ook. Oh, hij heeft wel een P.E.K.K.A. Shit. Dat betekent dat hij waarschijnlijk de meeste van mijn aanvallen wel redelijk kan verdedigen. Maar in principe zou ik natuurlijk alsnog kunnen winnen, ook al heeft hij een P.E.K.K.A. Ik zal hier even skelettenleger neerzetten. Doen we hier ook even een tovenaar bij. En dan kan hij iets damage doen, maar dat is niet echt een hele grote ramp. Dan gaan we nu weer sparen voor de volgende P.E.K.K.A. Het enige nadeel van dit deck is, wat ik momenteel gebruik, is dat je zeg maar gewoon 1 mega zieke aanval moet opbouwen. En daarbij laat je het eigenlijk. Want zo'n tovenaar, daar had ik anders normaal even een houthakker voor gedaan. Of een mini P.E.K.K.A. of zo. Maar dat heb ik dus niet in dit deck. Maar op zich is het ook wel leuk. Gewoon een keertje een compleet ander deck. En het werkt wel, weet je. Want ik heb nu al 2 potjes gewonnen. Dus het kan prima. Maar dan moet dat nu natuurlijk ook wel weer gebeuren. Ja, wat zal ik nu doen? Zal ik gewoon de gunstelingen achter neerzetten? Misschien is dat wel een goed idee. Ik zal eerst even mijn nachtex hier neerzetten. En daar moet de vleermuis uitkomen. En dat gebeurt nu ook. We kunnen hier nu trouwens even een zap neerzetten. Zap, bats. Mijn golem blijft daardoor nog wel levend. Dus dat is chill. Oh shit. Hij gaat nu wel dood. Maar er zijn nog wat vleermuizen en zo over. Dus dat is chill. En als die dan eenmaal op zijn toren zijn, dan doe je in één keer vet veel damage. Kijk, nice. Ondanks dat hij het probeerde goed te verdedigen, ben ik er toch doorgekomen. Heb ik best wel wat damage kunnen doen. Ik ga nog wel via de rechterkant blijven aanvallen. Want ik wil wel even zijn toren sowieso neer hebben. Niet dat ik zo meteen op het eind opeens nog dat hij heel dichtbij komt. En dat ik dan niet met 1 vuurbal zijn toren neer kan halen. Dat moet natuurlijk ook niet gebeuren. We doen hier even skelettenleger. Als hij daar een zap neerzet of een lock, dan zet ik nog vleermuizen erbij neer. Is dat nodig? Nee, er blijven best wel wat skeletten over. Dus dat is chill. Zet hier nog tovenaar neer. Ik zal hier even een zap neerzetten. Daar extra te verdedigen. Kom op, nog even horde gunstelingen. Die golem moet die Inferno toch even snel neerhalen.
Gaat hij zijn toren halen? Ja, op deze manier haalt hij alsnog zijn toren. En dan komt het wel goed, want we gaan nu gewoon zijn toren neerhalen. En hij gaat mij er niet meer halen. Hoppakee, wat een chill deck was dit. We hadden uiteindelijk, als het iets langer had geduurd, wel de 3 kronen gehaald. Maar dit is ook meer dan genoeg. Ik heb mijn kronenkist toch al, dus ik kan niet eens meer een kronenkist krijgen momenteel. Maar wat we wel kunnen krijgen, natuurlijk deze bliksemkist. Omdat ik nu de 3 overwinningen heb gehaald. Bliksemkisten zijn altijd chille kisten om te krijgen. Omdat je gewoon zelf kan kiezen wat je krijgt. We krijgen hier eventueel coins voor. Dus Goblin Hut en Pekka. Oké, Pekka hou ik. Dat vind ik wel chill. Ik wil wel een andere zeldzame. Elixirpomp gaat ermee door. We gaan nog eventjes door. Blaas met Koppeling gaat ook. Het zijn allemaal kaarten die ik niet extreem veel gebruik. Maar deze hou ik wel. Want dit is natuurlijk de nieuwe kaart. En dat vind ik wel chill. Daar heb ik er nog niet heel veel van. Gaan we nog even de normale kaarten bliksemen. Vuurgeest heb ik ook al het maximaal aantal kaarten van. En vleermuizen ook. Oké, nou ja, dikke prima. Dan hebben we daar weer wat coins er voorbij. In ieder geval chill, super chill kistje natuurlijk. Maar dan was dit het voor deze video. Dan hoop ik dat jullie hebben genoten. Dus ja, vergeet natuurlijk allemaal niet even massaal de duimpje omhoog achter te laten. En te abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En ik ben ook wel benieuwd hoe lang jullie erover doen over deze uitdaging. En of jullie deze uitdagingen leuk vinden. Ik vind het wel leuk, want op deze manier heb je om de 3 dagen... heb je nu gewoon allemaal uitdagingen die je kan spelen. En gratis prijzen natuurlijk. Dus ik vind het super nice. Maar dan heb ik tenslotte nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!